Ik ben Teun Jan, ik ben 24 jaar en ik volg deze opleiding omdat ik in het hoveniersvak werk zonder vakdiploma. Ik ben deze opleiding gaan doen, voornamelijk omdat ik door klanten veel benaderd werd en met vragen over planten, hoe ze gesnoeid moesten worden, wat voor grondsoort ze nodig hadden. Daar wist ik eigenlijk helemaal geen antwoord op. En met deze opleiding hoop ik dat wel te bereiken. Ja, werk als hovenier is natuurlijk een prachtig mooi vak, waar een goede vakopleiding en een diploma bij hoort. Er zijn mensen in het vak die komen vanuit het reguliere beroepsonderwijs, maar er zijn ook mensen die geen opleiding hebben gevolgd of die bijvoorbeeld als omscholing bezig zijn. En voor hen is dus juist VHG brancheopleiding bedoeld. Ik ben Inge Kastelein en ik ben 45 jaar. En ik werk op een afdeling finance, dus voor vooral heel veel computerwerk. Ik wilde heel graag weg uit het kantoor en naar buiten. Ik heb er zelf voor gekozen deze opleiding te volgen, omdat ik zelf vind dat ik een klant te woord moet staan en advies kan geven. En mijn werkgever is er nu hartstikke blij mee dat ik deze volg. Omdat ik meer serieus word genomen nu door de klant en overal een antwoord op weet. Opleiding is zowel een voordeel voor de werkgever als voor de werknemer. Als werkgever investeer je in je mensen. Je werkt dus ook aan de kwaliteit en het niveau van het vakmanschap binnen jouw bedrijf. Aan de andere kant, voor de medewerker is het een heel belangrijk iets omdat zij zichzelf ermee verder kunnen ontwikkelen. Zij bouwen een stuk vakmanschap op. Bovendien is het heel belangrijk dat dit diploma ook erkend is door branchevereniging VHG. Belangrijk omdat het dus een diploma is waarin dus heel duidelijk de wensen en behoeften vanuit de branche ten opzichte van het toekomstige vakmanschap is weergegeven. Ik heb voor deze avondopleiding gekozen omdat ik geen baat had bij een BBL-opleiding. Omdat daar algemene vakken in voorkwamen, Nederlands, economie, maatschappijleer. En dit is een vakgerichte opleiding die alleen maar gericht is op het hoveniersvak. Ja, de opleiding wordt hoog gewaardeerd omdat het dus juist heel praktisch ingestoken is. Dat betekent ook dat mensen vaak wat ouder zijn, maar met name ook de opleiding in de avonduren kunnen volgen. Dus dat betekent ook dat de kennis die ze opdoen ook meteen in de praktijk kunnen brengen. Ik vind het een hele goede keuze. Het is echt een hele goede opleiding, zeg maar, hoe het in elkaar zit, praktisch, theoretisch. Het is een super opleiding. De opleiding wordt verzorgd in samenwerking met de AOC's in Nederland. Het is een heel netwerk. Als je kijkt op de website van de VHG, www.vhg.org, dan vind je de locaties daarin weergegeven. Het is ook mogelijk dat de opleiding in company wordt gevolgd als er inderdaad voldoende belangstelling is om op een bepaalde locatie de opleiding te verzorgen. Deze opleiding is echt een aanrader, want ik heb veel meer zelfvertrouwen gekregen om in het groen aan de slag te gaan. Met deze opleiding vind ik mezelf veel beter worden in het vak.